Ik ga vandaag een oud-Hollandse lekkernij maken. Een lekkernij die heel vaak wordt geserveerd met kermissen, braderieën en zeker ook met oud en nieuw. Het is namelijk de oliebol. Over de oliebol, daar doen vaak mensen heel moeilijk over. Veel werk, moeilijk te maken, maar het valt eigenlijk allemaal reuze mee. Wat heb je allemaal nodig? Ik heb hier bloem. We hebben uiteraard wat melk en gist nodig. Suiker, zout, boter. Ik heb wat heel eigen geklutst. En natuurlijk het garnituur, en dat is uiteraard naar keuze. Je kan dit wel of niet toevoegen, dat is je eigen inzicht. Wat gaan we als eerste doen? We gaan eerst even de melk een klein beetje verwarmen, zodat we daarin de gist makkelijk kunnen oplossen. En die gist vindt dat natuurlijk wel prettig, een beetje een lekkere warme temperatuur. Kan hij namelijk zijn werk doen en dan wordt het beslag heel erg luchtig. In de tussentijd maak ik een kuiltje in de bloem. Ik strooi daar een beetje zout en suiker omheen. De geklutste ei gaat in het midden. En ik doe daar ook de boter bij. Nou, de gist die ga ik alvast verdelen in kleine stukjes, zodat die zo meteen makkelijk op te lossen is. En dan kunnen we die al roerende aan het beslag gaan toevoegen. Nou, zorg ervoor dat die melk niet te warm is, dan gaat de gist namelijk dood. Gist lost vrij snel op. Je giet het in het midden, zodat gelijk de boter ook wordt gesmolten. En we gaan hier eerst alvast even een mooi beslag van maken. Ik voeg de melk altijd in twee delen toe. Als je alle melk tegelijk zou doen, heb je heel veel kans op klontjes. Nou, door het in twee delen toe te voegen, verminder je de kans op klontjes. Ik gebruik expres een grote kom. Het beslag gaat zometeen rijzen. Dat betekent dat het omhoog gaat komen. En als je dan een te kleine kom neemt, ja, dan gaat je kom overstromen. Ja, en dan wordt het natuurlijk een bende. We willen natuurlijk gewoon in één keer een mooi beslagje hebben. Wat goed kan rijzen in de kom. Nou, het ziet er nu allemaal heel taai uit, maar het komt allemaal goed. We gaan de ingrediënten toevoegen. Ik heb 50 gram appel, wat krenten en rozijnen. En die mengen we voorzichtig door het beslag heen. Ik doe dat met een spatel, omdat alles anders in je garde blijft hangen. En het voordeel als je dat met een spatel of een pannenlikkertje doet, dan kun je ook mooi de zijkantjes van je bekken schoonmaken. Hier ga ik een keukendoek overheen leggen en dat laat ik op een warme plaats rijzen, zo'n 45 minuten. Daarna kunnen we de oliebollen gaan frituren. Het oliebollenbeslag is heerlijk gerezen. Het is goed omhoog gekomen. Voordat we het kunnen gaan bakken, is het raadzaam om het nog wel een beetje door te roeren. Om de ergste luchtbellen eruit te halen. Als je gaat frituren is het ook heel belangrijk dat je de temperatuur van het deeg niet te veel laat zakken. Want anders dan bakken de oliebollen ook niet goed. Ik heb een hele mooie ijsknijper. Ik pak een beetje beslag gelijk in de frituur. En die gaan we mooi goudbruin frituren. Nou, ze komen gelijk omhoog. Ik doe er meestal 4-5 tegelijk. Als je er meer in doet, dat kan uiteraard. Maar dan daalt de temperatuur van je vet ook enorm. En het is ook weer niet goed voor de garing van de oliebol. Als ik het beslag niet gebruik, dek ik het weer af. En zo blijft het goed op temperatuur.
Ondertussen kun je de oliebollen een beetje door het vet heen halen. Je kunt ze af en toe omdraaien, net zolang dat ze goudbruin zijn gebakken. Ik heb altijd een schaaltje met wat keukenpapier klaarstaan. Dat doe ik zodat de oliebollen, als ze eruit gehaald worden, kunnen ze lekker uitlekken. Anders wordt het een hele kleffe, vette bol. Deze oliebollen zijn nu heel mooi goudbruin. Ik haal ze met een draadspaantje eruit. Gelijk op het papiertje kunnen ze lekker uitlekken. En als je dit ruikt, dan kom je natuurlijk gelijk in bepaalde sferen. Altijd gezelligheid. Zo, deze kunnen lekker afkoelen en dan kunnen we verder met de volgende lichting. Wederom een stuk of 5. En dan blijft de temperatuur goed van zowel het beslag als van het vet. De tweede lichting van de oliebol is ook gaar, mooi goudbruin. Halen ze er gelijk uit. Dus nog heel even uitlekken. En wat is nou lekkerder dan een heerlijke warme oliebol gelijk op te eten? Dus ik doe ze gelijk op een mooi bordje. Uiteraard doen we er wat poedersuiker overheen. Om het helemaal af te maken. Eet smakelijk!